Oh, jongens, zien jullie dat? Daar is Hisuian Zorua. Die wil ik hebben. Yo, dit was welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. In de vorige video heb je kunnen zien dat ik Shiny Starly heb gevangen. En heb ik je uitgelegd hoe je makkelijk Shiny Pokémon kan vangen. Maar ik vind eigenlijk de normalste Raptor toffer dan de Shiny versie. Dus ik hou gewoon deze. Oh, en ik heb een Alpha Togetic gevangen. Die is een stukje groter, een stukje sterker. Dus ik neem de Alpha variant lekker mee. En dat kwam omdat ik 5 sterren moest behalen voor Celine. Zodat we waarschijnlijk door kunnen naar het volgende gebied. Celine, wil je even mijn Pokédex raten? 5 sterren. Lekker. We kunnen nu Wing Balls gebruiken. Pokémon tot level 65, die gehoorzamen mij. Ja, dat is chill, want mijn Rhydon, die was al een beetje stoer aan het doen tegen mij. En we kunnen Wing Balls craften nu. Kamado. Hij vraagt zich van alles af nog steeds. Hij snapt het nog steeds niet. En hij zegt, ga lekker weer lekker een hapje eten dan. Hij staat een beetje te trillen zo te zien. Maar ben je zenuwachtig of zo? De professor zegt, je hebt nog 1 taak. En Akadi zegt, het lijkt wel een sprookje hoe je hier bent gekomen en alles aan het fixen bent. En ik ben nu echt een deel van de Servicorps en van Jubilee Village. Ze vinden me eindelijk aardig. Eindelijk jongens, daar hebben we dan wel even moeite voor moeten doen, zeg hé. Nee, en daar zijn Irida en Adaman. Die zeggen, ja, we moeten weer naar Kamado, want Kamado heeft weer wat te vertellen. Had die dan niet even gisteravond kunnen doen? Toen heb ik ook al die trappen opgelopen, kom op. Je hebt nu 4 Pokémon rustig gemaakt. Maar we moeten er nog eentje rustig zien te maken. En dat is Avalugg. En die woont op de Alabaster-ijslanden. Ja hoor, we moeten naar het befaamde sneeuwgebied. Oh, rustig, rustig. Ja, dat ga ik wel doen, rustig. Oh, maar hij zegt, ja, er zijn nog steeds heel veel mensen die jou niet vertrouwen, hoor. Rickachu, je doet je best, maar jongen. Ja, ik doe inderdaad mijn best. Waarom word ik nou nog steeds niet geaccepteerd door iedereen, man? Ze vinden mij maar een rare snuiter. Celine, die begint te gillen. Oh my god, Celine ligt op de grond. Wat is er gebeurd met jou? Oh, een Wurmple. Ah, Abra heeft een Wurmple geteleporteerd naar binnen. En Celine die heeft het niet zo op wormpjes zo te zien. Oh, joh. Oh, wat gebeurt er allemaal? Is die weg? Ja, Wurmple is weggeteleporteerd en Celine is op de stoel teruggeteleporteerd. En Celine zegt, nou, ga je missie maar gewoon doen. Ja, dat is goed. Maar eerst wil ik even een nieuwe outfit kopen. Heb je nog iets moois voor mij of zo? Oh, een snowjacket op zich. Heb je die ook in het wit? Oeh, oké. Nou, of gewoon een compleet pakje. Oh, wow. Kijk dit pak, joh. Ja, we kunnen niet in zo'n pak Pokémon gaan vangen, hoor. Oké, we gaan deze rode broek kopen. En dit witte kimono ding. En hebben we nog een beetje een leuk nieuw petje of zo? Ja, deze moeten we natuurlijk hebben. Ja, we moeten volledig in Hisui-stijl. En hebben we nog wat mooie schoentjes? Oh, oké. Ja, dit is wel een beetje een gekke stijl. Als ik daar nou ook nog van die snowboots onder doe. Oh, ik vind dit wel... Ja, ik vind dit wel netjes. Kijken, hebben we nog meer? Ah, nee, ik ga niet op slippers lopen, hoor. Ja, dit is wel fancy, man. Nieuwe outfit, hype. Yo, Akari en professor. Die zegt dus, je gaat naar de allerbeste IJsland. Ja, daar gaan we lekker naartoe, joh. Lekker koud. Ik ben erop gekleed. De professor zegt, ja, Avalugg die doet niet zo heel gek. Die is gewoon chill. Waarom moeten we hem eigenlijk rustig maken? Waarop Akari zegt, ja, als die boos wordt, dan kan die echt gigantische aardbevingen en sneeuwstormen veroorzaken. Ik ben het met Akari eens. Oh, Akari wil ook nog even battelen. Oké, Akari, let's go. Mr. Mime. En dan heb ik Togetinky. Oh, Mr. Mime wil me laten slapen. En dat lukt niet. Lekker voor je. La 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 la. Moonblast er bovenop. Dat begint goed. Oké, psychic op mijn hoofd. Come on, Togetic. Moonblast. Lekker. GG. Nu komt sowieso Pikachu. Oh, nee. Pikachu niet. Nee. Oh, ik dacht even keihard bliksemstraal op mijn hoofd. Oh, Iron Tail. Pikachu. Waarom? Nu krijg je te maken met Rhydon. Nu heb je echt een probleem. Een heel groot probleem zelfs. Hatseflats. Sorry. Nou, eigenlijk niet, sorry. Je hebt mijn Togetic ook gesloopt. Oh, je hebt nog een Pokémon, Staravia. Die doet even heel braaf. Met Brave Bird. Ik ga natuurlijk voor Rockslide. En dat denk ik... Ja, dan is het klaar. Ja, Rhydon is wel een baas, hoor. Ik wil hem echt heel graag evolueren, eigenlijk. Kijk, bij deze vrouw kan je al die evolution items halen, maar het kost echt superveel. Dus dan moeten we eigenlijk allemaal van die tasjes gaan zoeken die mensen zijn verloren, die daar inleveren. En dan met die punten die items kopen. Nou, dat duurt nog wel even, denk ik. Let's go! Naar het IJsland. Ah, ik kijk mijn ogen weer uit. Ja, ik heb echt mijn warmste kleding aangetrokken. Zagen jullie het? Heel veel sneeuw hier. Ja, en daar boven een tempel zo te zien. Maar wat voor Pokémon zullen hier nou weer allemaal zitten? Ik denk Glalies en Snorunt, Frostless, Bergmite, dat soort Pokémon allemaal. De professor die heeft het ook koud. Ja, kijk wat voor kleren jij nog aan hebt, joh. En Leventon zegt je moet naar de Ice Peak Arena. Daar zal je Avalugg gaan vinden. En daar zijn ze hoor. Irida en Adaman zijn ook gezellig meegekomen. Irida heeft het totaal niet koud in de koude kleding. Hier, kijk. Ze zegt ook, hè? Koud? Nee joh, ik ben aan het zweten. Als je denkt dat dit koud is, wacht maar tot waar we naartoe gaan. En Adaman zegt, ja, ik begin te denken dat het Diamond en Pearl Clan probleem niet een Diamond en Pearl Clan probleem is, maar een probleem is tussen jou en mij. We zijn het echt nooit met elkaar eens. En Irida weet waar we naartoe moeten. We moeten naar haar leraar en die is maar op één plek, zegt ze. Nou, en waar is dat dan? Bij Avalugg's Legacy. Daar moeten we dus naartoe. En dat is 464 meter die kant op. Ik zie daar inderdaad al een Snowruntje. Heb ik nog Pokeballs en niet zo heel veel meer zo te zien. Maar. Hij ziet mij niet, hij ziet mij niet. Wat ziek ideetje. Komt u maar. Yo, de eerste Pokémon hier in dit nieuwe gebied hebben we gevangen. Oké, ik denk niet dat we hier naar beneden moeten. Ik denk dat we naar de overkant moeten. Gelukkig hebben we nu een Sneasler. En die brengt ons wel naar de overkant. Ah! Jeetje! Donder ik alsnog bijna naar beneden. Kijk hem gaan, jongen. Mop. Lijkt wel een Ferrari op de muur, joh. Zo hard gaat hij. Even kijken, hoor. Eipompies. Ja, die hebben we al eerder gezien. Oh, Swinub natuurlijk, daarachter. Ligt er wat hier in deze ijsbal-ding? Liggen er items? Ja, sneeuwballen. Ik ga Swinub vangen. Die lekker lichte maffe, joh. Hartstikke idee. Ja, hoor. Ik kan nog 15 Great Balls maken. Top. En nog 4 van die Wing Balls. Oh, niet van die Wing Balls. Feathered Balls. Hier staan de Wing Balls. Dat is eigenlijk een verbeterde versie van de Wing Ball. Van de verderbal. Ah! Hou ze nou eens uit elkaar, Rick. Ik wil jou ook vangen eigenlijk. Oh, sorry dat ik mijn pokebal te hoog gooi. En nu bam, op je voorhoofd. Hebben we hem? Het was een laag sprongetje van de pokebal. Ja, we hebben de pillowswine. Nice. Wil je battelen? Ah, nee. Ah, dit is eigenlijk best zielig. Ik kwam bijna met mijn kroelen en dan ga ik hem kaart verbranden met een flamewheel. Ik vind dit eigenlijk... Nee, dit is eigenlijk gewoon Pokémon mishandeling. We moeten een petitie starten, jongens. Geen Pokémon mishandeling. Maar ja, hoe moet je anders al die opdrachten halen? Oké, let's go. We moeten daar ergens zijn. Check deze Alpha Glalie. Ik denk dat die een probleem is. Die zal vast wel level 830 zijn of zo. Nou, misschien. Kijk nu... Als ik hem... Oh, ik raak hem niet. Oh, jongens. Welk level? 62. Hij gaat voor een strong style move crunch. Oh ja, dan ben ik dood. Dan is het klaar. Ja, dan is het afgelopen. Zie, ik moet het ook gewoon niet proberen, man. Dit slaat helemaal nergens op, joh. Die gasten, die moet je niet aanvallen. Die moet je pas aanvallen als je level 100 bent of zo. Dit ging weer helemaal nergens over. Wat wel ergens over gaat. Auw, is Abomasnow, wou ik zeggen. Er zit weer iemand in mijn kont hier zo. Ja, ga nou weg, joh, Glalie. Ik heb het toch met rust gelaten. Ah, die Abomasnows kunnen we ook niet pakken. Die zijn ook vervelend. Iedereen is vervelend. Ah, ik ben in een gat gevallen. Even Typhlosion healen, hoor. Die hebben we toch wel nodig hier, denk ik. Hallo, Bergmite. Ziet hij er nou iets anders uit dan normaal? Of heeft hij altijd van die paarse oogjes? Ik weet het niet zo goed. Is dit een Hisuian vorm of een normale vorm? Oeh. Misdreavus. Oh, hij is weg. Ik heb alleen nog mijn Great Balls over. Oh. Ja, vangen. Let's go. Ik vind die cool. Ik vind Misdreavus en Mismages vet. Yo, nice. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik een dope Pokémon. Wat is dat voor ijsschots? Is dat een Avaluggg? Of is het gewoon een ijsschots? Het is gewoon een ijsschots, toch? Ja, dit is gewoon een ijsschots. Waarschijnlijk kan je hier Eevee laten evolueren in Glacian. Even kijken hoe we uit deze grot komen, hoor. Oh, jongens, zien jullie dat? Daar is Hisuian Zorua. Die wil ik hebben. Die is zo vet. Kom. Kom, Zorua. Kom. Ja, volgens mij hebben we hem. Hisuian Zorua. Oh, jongens, dat is de vraag van de dag. Willen jullie Hisuian Zorua in het team hebben? Ik ga even kijken welke typing die heeft. Hij is een normal en een ghost type. Ja, en Typhlosion is ook al ghost type. Dus nu begin ik te twijfelen. Hij was ook maar level 28, dus we moeten hem flink trainen. Maar hij is zo cool. Het is denk ik wel een van de vetste nieuwe Hisuian Pokémon. Oh, maar we hebben hem wel gevangen in ieder geval. Alleen wil ik nog een Pokémon zo ver moeten trainen? Dat is een beetje de vraag. Misschien gaan we ergens ook wel Zoroark vinden. Oh, jemig. Sneasler klimt hier gewoon even uit. Lekker. Ja, ik vroeg me af hoe ik hieruit moest komen. Okay, let's go. Nou, niet ergens in een gat vallen, alstublieft. Ga weg, Glalie. Ik heb slechte herinneringen aan Glalies nu. Hé, en daar staan ze allemaal te wachten, hoor. Hey. Mijn maten. En een nieuw persoontje. Wie is dit nieuw persoontje dan? Die heeft het ook niet echt koud, hè? Is dit de vent van Irida of zo? Is hij ook warmbloedig? Hij zegt, laten we beginnen met goede introducties. Ik ben Garrick. En ik ben een van de Pearl Clans Wardens. En jij moet wel Rickachu zijn, toch? Van het Galaxy Team. Vertel me, waarom wil je Lord Avalugg rustig maken? Because I was commanded to. Mensen zeiden dat ik dit moest doen. Dus ja, dat doe ik het gewoon. En Garrick zegt, maar dan dus mijn volgende vraag. Wat is er verkeerd met hem nu die onrustig is? En ik denk dat hij voor problemen kan zorgen, man. Aardbevingen en sneeuwstormen en zo. En nu vraagt hij, nou, wat vertelt je hart eigenlijk dat je moet doen? Ja, ik denk dat ik hem rustig moet maken. Oh my gosh, oké. Garrick zegt, onze machtige lord van de tundra, Avalugg, heeft niks verkeerds gedaan tegen een mens of Pokémon. En Irida zegt, meneer, wilt u alsjeblieft een beetje rustig blijven? Want nu veroorzaakt Avalugg misschien nog geen problemen. Maar is onze taak ook niet om mensen te bevrijden van de angst voor zo'n grote Pokémon als die misschien helemaal lijp begint te worden? En Garrick zegt, ja, dat klopt, dat is logisch. Maar we moeten wel even testen of Rickachu dit kan. Laten we battelen. Kijk, hij begint al gelijk te squatten en dat soort dingen. Dus de training is aan en zo. Oh nee, ik heb slechte herinneringen aan Glalie. Ik wil niet meer Glalie vechten. Oh, Glalie en Frostless tegelijk. Glalie gaat gelijk voor de strong style. Oh joh, ja tuurlijk. Ja, lekker dit. Ja, top. Ik had weer precies de goede Pokémon vooraan staan. Dat gebeurt echt al deze hele game. Dat ik elke keer de verkeerde Pokémon op nummer 1 heb. Even kijken hoor. Glalie die kan voorlopig niet aanvallen. Dus ik ga Frostless aanvallen eerst. Die moet eerst kapot. Let's go Flamewheel Frostless. Dikke doei. Die is alvast weg. Het is zeker weer volledig normaal, hè? Dat je gewoon 2-tegen-1 tegen mij komt. Jullie snappen echt niet hoe Pokémon battles werken, jongen. Het moet er gewoon 1-tegen-1 of 2-tegen-2. Niet zomaar 2-tegen-1. Ja, alsnog heb ik jullie gewoon geklapt. Dus oké. Ik accepteer het maar weer, hè. Ik heb geen keus. Hij zegt, wow, ik ben zo sterk als een ijsberg. Maar je hebt me toch weten te verslaan. Ja, nu moet ik wel met jullie meedoen. Deze gast is wel oké. Irida zegt, dankjewel meneer. Sommige mensen twijfelen nog steeds aan een vreemdeling als Rickachu, maar ik sta voor hem in. En Garrick zegt, als je Avalugg rustig wil maken, dan moet je iets van dat Eternal Ice, van dat oneindige ijs moet je hebben. En dat moet je naar zijn, naar zijn zetel brengen. Succes! En Adaman zegt Eternal Ice. Dan heb je... Oh, dan moet je kunnen vliegen. En dan heb je Braviary nodig. En daarvoor moeten we op zoek naar een jonge meid die Sabi heet. Want het oneindige ijs, die is bovenop de berg waar Avalugg's Legacy is. Maar ja, dan hebben we dus de hulp van zijn clan nodig. Want Sneasler, die kan daar zelfs niet komen. We hebben echt Braviary nodig. En over Sabi gesproken, die is een beetje vreemd. We moeten naar Snowpoint Temple. Oh, daar is Sabi. Oh, kijk, daar staat ze. Oeh, ja, die Braviary van Hisui is ook cool. Oh, en Sabi is ook wel leuk, man. En die zegt, ja, iets of iemand vertelde mij dat jullie me achterna gaan zitten. Denk je dat je bij me kan komen? Ja, dat moet nog wel lukken, denk ik. Sabi, kom eraan. Ik heb een Sneasler. Oh, ik heb Sneasler niet nodig, blijkbaar. Blijkbaar kan ik gewoon hierop lopen. What up, Sabi? Hij heeft een soort van extra vuurogen boven zijn ogen. Ik vind het echt super sick. In de volgende aflevering gaan we proberen om Braviary te fixen. Dat gaat ongetwijfeld lukken, jongens. Als je erbij wil zijn, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, knal het belletje aan. Dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!